Na de ondertekening van de overeenkomst in april 2018 en de voorbereidingen rondom de renovatie, maakt het Academisch Ziekenhuis Paramaribo weer eens een stap vooruit naar verbetering van optimale topzorg voor de Surinaamse samenleving. Om de kwaliteit op peil te blijven houden, wordt er tweesporig gewerkt aan zowel de verbetering van de huisvesting als van de zorg. In verband hiermee werd op donderdag 16 augustus 2018 het officieel startsein gegeven van het project Rehabilitatie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Voor u is het volgend verslag in elkaar gezet. We hebben echt reikhalzend uitgekeken naar dit moment. En eindelijk, na een lang voorbereidingstraject met de nodige uitdagingen, kunnen wij de formele startsein geven voor het rehabilitatieproject van ons beddenhuis. Het is inderdaad een belangrijk moment, dus ik heb het al 4 keer herhaald. Als wij hiermee teruggaan naar het moment dat Rino John nu aangegeven dat we vanaf 2012 bezig zijn met de voorbereidingen, dan begrijpt u hoe belangrijk dit moment voor ons is. Op 17 april 2018 vond de ondertekening plaats met de aannemer Sanyang No. 2 Construction and Engineering en op 25 mei 2018 heeft het ziekenhuis conform planning de 5e etage ter beschikking gesteld aan de contractor om te starten met de voorbereidings- en sloopwerkzaamheden. Voor het ziekenhuis is het elke dag weer een ware uitdaging, aangezien wij onze dienstverlening normaal moeten voortzetten. Het Academisch Ziekenhuis is het grootste ziekenhuis in Suriname en tevens enige ziekenhuis dat topklinische zorg kan aanbieden in een multidisciplinaire setting. We zijn verantwoordelijk voor 60% van de totale ziekenhuiszorg en voor 80% van de landelijke intensieve complexe zorg. We hebben een capaciteit van 530 bedden en onze bezettingsgraad is ver boven 90%. Jaarlijks nemen we ruim 25.000 mensen op. Dat zegt dan heel veel. De keuze voor het leveren van topklinische zorg aan de gemeenschap is toevertrouwd aan het Academisch Ziekenhuis. Dus u begrijpt, een belangrijke voorwaarde om de zorg te kunnen bieden is het hebben van optimale faciliteiten. Met de rehabilitatie van ons beddenhuis en de overige instandhoudingsprojecten, waaronder bouw en inrichting van 6 nieuwe operatiekamers, dat moet aanbesteding staan, als het goed is, september 2018. We doen op jaarbasis ruim 12.000 operaties. De renovatie en uitbreiding van onze intensive care unit, inclusief het opzetten van een state-of-the-art operatieunit, hopen wij en rekenen er ook op dat wij dus met deze projecten in ieder geval een stap vooruit zetten in betere dienstverlening. Ook het opzetten van een nieuw ziekenhuis is op het programma. Tot slot wil ik vandaag speciaal het AZP-team feliciteren. En in het bijzonder de verpleegkundigen. Want die zijn elke dag weer in het beddenhuis. En ze doen hun werk echt wel onder moeilijke omstandigheden. Aan de verpleegkundigen wil ik zeggen, change is coming. Hou vol, we komen er wel. Verder feliciteer ik alle overige aanwezigen en de Surinaamse gemeenschap met dit heugelijk feit. Het Academisch Ziekenhuis is uw ziekenhuis. We zijn er voor ieder. Laten we het koesteren. Op 17 april 2018 is de overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en de uitvoerder Sanyang van het project Rehabilitatie van het Beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis getekend voor een bedrag van circa 8 miljoen US dollar. Het is duidelijk dat de uitvoering van dit project cruciaal is voor de gezondheidszorg van Suriname. We hebben het al gezegd, het Academisch Ziekenhuis heeft een belangrijke speelfunctie in onze gezondheidszorg. Het Academisch Ziekenhuis is het grootste en enige Academisch Ziekenhuis in Suriname die naast secundaire zorg ook top tertiaire zorg biedt. Om de zorg te blijven garanderen is niet alleen de rehabilitatie van het beddenhuis nodig, maar ook de andere AZP-projecten gekoppeld
aan de OFID-financiering. Vandaar dat we het zien als één geheel. Het is daarom noodzakelijk dat er alles aan wordt gedaan om de overige geïdentificeerde AZP-projecten, namelijk het nieuwbouw van de operatiekamers en uitbreiding van de intensive care unit, zo snel als mogelijk uit te voeren. Bij de uitvoering is van belang, en het is ook aangehaald door IBT, terwijl de projecten gaande zijn, is het ziekenhuis nog operationeel. De garantie op goede gezondheidszorg voor de gemeenschap die blijft. En dat willen wij dus garanderen met de renovatie voor de komende jaren. De uitvoering van dit project is zoals aangegeven door verschillende sprekers uniek. U ziet het, AZP bestond 2 jaren terug, 50 jaren. Dus dit beddenhuis is echt wel overdue. Het is een grote uitdaging. En de uitdaging voor het grootste ziekenhuis van Suriname met 328 bedden, om dat helemaal te rehabiliteren, dan weet u dat het, terwijl het 90% operationeel blijft, dat is een hell of a job. Maar we hebben het vertrouwen in het team dat ermee belast is, dat zij een goede job zullen doen. Daarom doe ik een beroep en ik vraag de gemeenschap en alle betrokken partijen om alles eraan te doen dat dit project succesvol wordt afgerond. Tot slot wil ik het Surinaams volk feliciteren en namens de regering spreek ik de hoop uit dat we in het begin van 2020 hier weer staan om dit project op te leveren.